Het is iets na 1 uur tijdens de jaarwisseling als deze straat in Midwolda wordt opgeschrikt door enorme knallen. De knallen zijn zo hard dat bij zeker 7 huizen en 4 auto's de ruiten eruit springen. Een aantal mensen raakt gewond door rondvliegend glas. Erg groot is Midwolda niet en dus komen al snel veel bewoners 's nachts kijken wat er aan de hand is. Ook de 9-jarige Jennifer en haar moeder. Wat zag je toen? Dat er heel veel brandweer en politie was. En dat er heel veel glas gevallen was. En dat er heel veel dingen kapot waren. Best heftig, ja. Ik had ook wel het gevoel achteraf van dit had wel heel veel slechter af kunnen lopen. Ja, heel spannend allemaal. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Dat onderzoekt de politie nu. Maar het lijkt erop dat er iets is misgegaan met zwaar illegaal vuurwerk, vertelt de burgemeester van Midwolda. Wat erop lijkt is dat er een ongeval heeft plaatsgevonden met vuurwerk, waardoor er heel veel vuurwerk ontplofte. Hoe en wat, dat onderzoekt nu de politie en daar wacht ik ook even op. Intussen wordt gecontroleerd of de huizen nog wel veilig zijn om in te wonen. En komen buurtbewoners samen om te praten over wat er in hun wijk is gebeurd. Het is eigenlijk altijd een hele rustige buurt, nette buurt. Het is alleen met oudjaarsavond, dan is het hier in de straat altijd wel lawaaierig. Maar voor de rest valt het wel mee. Het is bijna bewonderenswaardig dat er geen grote slachtoffers zijn gevallen of wel doden zijn gevallen. Want het was wel immens wat er heeft plaatsgevonden. Best wel spannend, want ik heb het nog nooit eerder meegemaakt.